Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina wordt op 30 april 1909 geboren in Den Haag. Het betekent saluutschoten, klokgelui en feestende Nederlanders. Juliana, enig kind van koningin Wilhelmina en prins Hendrik, groeit op binnen de bescherming van het hof, in een wereld van volwassenen. Grootmoeder Emma speelt daarin een belangrijke rol, net als vader prins Hendrik, die ze vooral ziet als vriend en speelkameraad. Onderwijs krijgt ze ook thuis met enkele leeftijdgenootjes, zodat er een heus schoolklasje ontstaat in het paleis. En net als vele Nederlandse kinderen leert ook Juliana schaatsen. Onder de hoede van een lakei en moeder Wilhelmina wordt er eerst wat gekrabbeld. Maar dan worden de sloten van Paleis het Loo haar privé-ijsbaan. Al jong krijgt Juliana met politiek te maken. Eind 1918 is er grote angst voor een socialistische revolutie bij de burgerij van Nederland. Op het Malieveld in Den Haag wordt een grote aanhankelijkheidsdemonstratie voor Oranje georganiseerd. Juliana is 9 jaar en bedeesd bij zo'n mensenmassa. Maar ze leert snel. 5 jaar later, bij het 25-jarige regeringsjubileum van haar moeder Wilhelmina, is Juliana al meer gewend aan de vele juichende mensen. Nog eens 4 jaar later, Prinsjesdag 1927. Voor het eerst is Juliana bij de opening van de Staten-Generaal. Ze is 18 jaar en nu als kroonprinses meerderjarig en troonopvolgster. Officiële plechtigheden worden een steeds groter deel van haar leven. Juliana blijkt niet erg gecharmeerd van al het decorum. Bewust of onbewust vermijdt ze nogal eens de rode loper. Op eigen aandringen gaat Juliana in Leiden studeren. Ze wordt lid van de Vrouwelijke Studentenvereniging en krijgt voor het eerst de kans om buiten het hof betrekkelijk vrij haar gang te gaan. Ze geniet er intens van. Na ruim 2 jaar sluit ze haar studie af. Ze krijgt een eredoctoraat in de filosofie en letteren. De vrolijke jaren 20 eindigen met een beurskrach op Wall Street. De wereldwijde economische crisis die volgt treft ook Nederland hard. Honderdduizenden werklozen moeten elke dag stempelen. Er heerst armoede in de jaren 30. Prinses Juliana wordt voorzitter van het Nationaal Crisiscomité. Hoe meer geontveegd, hoe meer kunnen wij doen. Laat niemand denken dat zijn bijdrage voor ons van geen belang is. Ik eindig tenslotte met de wens dat gij, die deze geluidsfilm hoort en ziet, dat ons volk met al de voldoening die hierbij mogelijk is, terug zal kunnen zien op de nationale inzameling. Tot beloning van hen die er de omvangrijke uitvoering van verrichten en tot de dankbaarheid van degenen die het allerzwaarst lijden onder de algemene nood. De nationale inzameling, de speciale werkverschaffingsprojecten, het zijn druppels op een gloeiende plaat. Als het kabinet Colijn de toch al magere werkloosheidsuitkeringen verlaagt, breekt er in de Amsterdamse Jordaan oproer uit. Met grof geweld wordt er een einde aan gemaakt. In het buurland Duitsland zorgt de economische crisis voor een enorme groei van de Nationaal-Socialistische Partij. In 1933 komt Adolf Hitler aan de macht. Boeken die de nazi's niet zinnen, gaan de brandstapel op. Het is nog maar een voorteken. Voor prinses Juliana betekent deze periode ook persoonlijk leed.
In maart 1934 overlijdt haar oma, koninginmoeder Emma. Enkele maanden later is er de plotselinge dood van haar vader, prins Hendrik. Hendrik wilde een witte begrafenis, omdat hij de dood niet zag als een einde, maar als een nieuw begin. Voor Juliana is haar vaders dood een groot verlies. Vele tientallen jaren later vertelt ze nog altijd met veel warmte over hem. Ja, mijn vader, we begrepen elkaar altijd echt goed. We hebben ook erg plezier samen gehad. We waren samen wel eens lekker stout. Maar helemaal, we begrepen elkaar echt goed. En hij had ook altijd hele mooie plannen. Als we logeetjes hadden op het Loo, om bijvoorbeeld de fietsen allemaal bovenop een auto te laden. En dan, zodat we lekker helemaal bergafwaarts terug konden racen. Allemaal zulke dingen. Juliana volgt haar vader op als voorzitter van het Rode Kruis. Ik was toen nog wel erg jong. Maar net als bij het crisiscomité, er zaten zoveel wijze lieden in. Dat hinderde niet zo heel erg. Dames en heren. Ik acht het mij een voorrecht mij in mijn nieuwe hoedanigheid als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis voor de eerste maal te midden van de afgevaardigden der afdelingen te bevinden. Ze had net ontdekt. Dat was een Nederlandse fotograaf van het Nederlands Dagblad, die was toevallig ook ter plaatse, ergens in Zwitserland, waar wij waren. En daardoor is het prematuur uitgelekt, ja. En toen hebben we het moeten publiceren. En toen kregen we enig welkom. Toen we naar Den Haag reden in zijn fortje. Dat was ontzettend leuk. Prins Bernhard Tjurliepe Biesterfeld wordt als verloofde van prinses Juliana enthousiast ingehaald door Nederland. Het huwelijk vindt 4 maanden later plaats, op 7 januari 1937 in Den Haag. Het lijkt in die jaren van crisis en oorlogsdreiging een sprookje dat de dagelijkse zorgen even kan doen vergeten. De radio doet rechtstreeks verslag. Hier de post over de Jacobskerk en het stadhuis. Gij tienduizenden die het levendig verslag van een collega van de crew hebben gevolgd, zullen nauwelijks hun emotie kunnen bedwingen dat het sprookje werkelijkheid is geworden. Juliana, bekent gij hier voor God dat gij genomen hebt dat u een wettige man, hem in wiens hand thans de uwe rust? Ja. De huwelijksreis, die 3 maanden duurt, gaat voor een deel door de Poolse Karpaten. Ver van officiële verplichtingen en massale belangstelling kunnen Juliana en Bernhard hun wittebroodsweken vieren. De laatste stop is Parijs. En gekleed volgens de nieuwste mode keert het prinselijk paar naar Nederland terug. Daar haalt de gemeente Baarn de nieuwe bewoners van Paleis Soestdijk feestelijk in. We hebben toen als nationaal cadeau de verbouwing van Soestdijk gekregen. En de Piet Hein. Een geweldig cadeau.
31 januari 1938 de geboorte van prinses Beatrix, eerste dochter van Juliana en Bernhard. Nederland viert feest. Ter burgerij van Baren wordt hierbij komt gedaan dat ons op heden een prinses is geboren op het paleis Soestdijk. Op 12 mei wordt de kleine prinses gedoopt in de Jacobskerk in Den Haag. Beatrix, Wilhelmina, Armgard, ik doop u in de naam des Vaders. En des Zoons. En des Heiligen Geestes. Amen. ...1938 is ook een jaar van triomf voor Adolf Hitler. Het jaar dat Duitsland Oostenrijk inlijft. Het is het jaar van München. Daar neemt de Engelse premier Chamberlain Hitlers beloften serieus en roept terug in Engeland uit dat de vrede verzekerd is. Het jaar daarop mobiliseert Nederland. Oorlogsdreiging hangt zwaar boven Europa. De Nederlandse regering verklaart dat ons land neutraal wil blijven. Op 5 augustus 1939, 3 weken voor de mobilisatie, wordt Irene geboren. Tweede dochter van Juliana en Bernhard. De naam is niet voor niets gekozen. Irene betekent vrede. Nog even is er feest. Korte tijd later, de oorlog is elders al uitgebroken, verhuist het prinselijk paar om veiligheidsredenen van Soestdijk naar Den Haag. De verjaardag van Juliana wordt gevierd met een rijtoer door de stad. Het is 30 april 1940. Anderhalve week later, 10 mei 1940, is ook voor Nederland de oorlog een feit. En al snel blijkt de Duitse overmacht te groot. Op 12 mei wijken prinses Juliana en haar gezin uit naar Engeland. Met het bombardement op Rotterdam dwingen de Duitsers de capitulatie af. Het kabinet verdwijnt, met koningin Wilhelmina, ook naar Londen. Prins Bernhard blijft daar gedurende de oorlog om zijn schoonmoeder, de koningin, terzijde te staan. Prinses Juliana reist door naar Canada, waar ze, veilig voor Duitse bombardementen en andere oorlogsdreiging, in de buurt van Ottawa gaat wonen. Hier komt prins Bernhard zijn gezin af en toe bezoeken. Op 19 januari 1943 wordt in Canada de derde dochter geboren, prinses Margriet. Naast het moederschap blijft Juliana in Canada officiële verplichtingen vervullen. Ze voert er bijvoorbeeld regelmatig gesprekken met Nederlandse militairen. Eind 1941 breekt ook in het Verre Oosten de oorlog uit. Japan loopt Nederlands-Indië onder de voet. Er zijn dan nog maar 2 niet bezette gebieden in het Koninkrijk der Nederlanden, Suriname en de Nederlandse Antillen. Juliana gaat er in 1943 en 1944 naartoe. Ze wordt er zeer hartelijk ontvangen.
6 juni 1944. De geallieerde invasie op de kust van Normandië begint. Het is de eerste stap op weg naar de bevrijding. Na een snelle opmars door Frankrijk en België komen de geallieerde troepen in Nederland. Prins Bernhard is, als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, het eerste lid van de koninklijke familie dat in Nederland terugkeert. Het bevrijde Zuiden haalt hem enthousiast in. Juliana vliegt van Canada naar Londen. Het wordt een emotioneel weerzien tussen moeder en dochter. Samen wachten ze in Engeland de bevrijding af van heel Nederland. Dat duurt nog maanden. West-Nederland maakt nog een barre hongerwinter door onder Duitse bezetting. De inwoners van de grote steden zijn aangewezen op de karige rantsoenen van de gaarkeukens. En zelfs dat voedsel raakt op. In het voorjaar van 1945 beginnen de geallieerden met voedseldroppings. De Duitsers laten het gaan. De vrede is nabij. Kort voor de bevrijding van Noord-Nederland landt Juliana op het vliegveld Gilserijen. Samen met haar moeder wordt ze ingehaald in Breda. En dan is het bevrijdingsdag, 5 mei 1945. Na 5 lange jaren wordt er ongeremd feest gevierd. Op 4 augustus haalt Juliana de kinderen in Londen op. Prins Bernhard legt de thuiskomst vast in kleur. De landing op het vliegveld Teuge betekent het einde van de 5 jaar ballingschap van de koninklijke familie. Nederland ligt op veel plaatsen in puin. Er heerst armoede en er is schaarste. De eerste zorg wordt de wederopbouw van het land. Juliana en Bernhard gaan terug naar Soestdijk, dat de oorlog redelijk heeft doorstaan. Op een koude februaridag in 1947 wordt hun vierde dochter geboren, Maria Christina. Als prins Bernhard haar laat inschrijven in het geboorteregister, ontvangt hij, net als alle andere Nederlandse vaders, een stapel bonkaarten. De schaarste is nog niet verdwenen. Juliana krijgt een nieuwe taak. Ze wordt regentes voor haar moeder, die zich terugtrekt om gezondheidsredenen. Ik zweer trouw aan de koningin. Ik zweer dat ik in de waarneming van het koninklijk gezag, zolang de uitoefening van het koninklijk gezag is neergelegd, de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Gelijk een goed en getrouw regent schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Lieve regentes. Serieus politiek werk dient zich snel aan. Nederland zit in de zomer van 1948 met een kabinetscrisis. De formatie van een nieuw kabinet vindt plaats op Paleis Soestdijk. Het resultaat is het kabinet Drees van Schaik. Augustus 1948. Nederland is in de ban van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Bij het paleis op de Dam juichen duizenden kinderen haar toe. Hoogtepunt van de festiviteiten is een groot spektakelstuk in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De hele koninklijke familie is erbij aanwezig. Vier dagen later, opnieuw staat de Dam volgepakt met mensen. Het is
4 september 1948. Ik stel er prijs op u zelf mede te delen dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat gij mij 50 jaar lang hebt gegeven. Ik dank u voor de toegenegenheid waarmee gij mij steeds hebt omringd. Met vertrouwen zie ik uw toekomst tegemoet, onder de zorgende leiding van mijn innergeliefd kind. God zij met u en de koningin. En ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen. Leven, ongeboren! Hoera! Twee dagen hierna, op 6 september, vindt de officiële inhuldiging plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Leden van de Staten-Generaal, dat ik hier op het ogenblik in uw midden ben om de eed op de grondwet af te leggen, vervult mij met weemoed. Want het is een gevolg van het feit dat mijn lieve moeder een halve eeuw lang haar krachten in dienst van het vaderland en het rijk heeft gegeven in een mate dat ze nu eindelijk de zware last niet verder dragen kan. Sedert eergisteren ben ik geroepen tot een taak die zo zwaar is dat niemand die zich daarin ook maar een ogenblik heeft ingedacht haar zou begeren. Maar ook zo mooi dat ik alleen maar zeggen kan: wie ben ik dat ik dit doen mag? De eerste officiële daad van koningin Juliana is het toekennen van het Grootkruis der Militaire Willemsorde aan haar moeder. Prinses Wilhelmina krijgt de Militaire Orde voor haar belangrijke rol in de oorlog. Het is, zoals Juliana zegt, het hoogtepunt van de regering van haar moeder geweest. Nederland is ondertussen druk bezig de oorlogsschade te herstellen. Samen de schouders eronder, wordt het motto van die eerste jaren na de oorlog, de wederopbouw. Tegelijkertijd rollen Nederlandse tanks aan land in de haven van Batavia, Nederlands-Indië. De Indonesiërs willen onafhankelijkheid, maar Nederland acht de tijd nog niet rijp. Er worden 200.000 Nederlandse militairen ingezet bij de zogenaamde politionele acties. Vier jaar duurt het voor Nederland afscheid wil nemen van het koloniale tijdperk. Op 27 december 1949 tekenen koningin Juliana en minister-president Drees de soevereiniteitsoverdracht in het paleis op de Dam in Amsterdam. In haar toespraak zegt Juliana onder meer: de aanvaarding van haar soevereiniteit door de jonge staat, de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, alsmede het afstand doen daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden en het aangaan van een unie, is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. De tol van de koloniale oorlog is hoog. Minstens 150.000 Indonesiërs en ruim 2.500 Nederlanders zijn daar omgekomen. Voorjaar 1952. Juliana en Bernhard brengen een officieel bezoek aan de Verenigde Staten. Het bioscoopjournaal is erbij. Voorafgegaan door eenheden
leden van leger, marine en luchtmacht, begeleid door een leger van persfotografen en bedolven onder een regen van confetti en papiersnippers, maakte het koninklijk paar een zegetocht door Broadway, die ongeveer 25 minuten duurde. Tienduizenden New Yorkers, opgesteld langs de route van de stoet of hangend uit de ramen van de hoge kantoorgebouwen, bereiden koningin Juliana en prins Bernhard een allerhartelijkste ontvangst, geheel volgens de grote traditie van de stad. Voorafgaand aan het staatsbezoek is een ernstig conflict ontstaan tussen Juliana enerzijds en prins Bernhard en een deel van het kabinet anderzijds. Aanleiding vormen de pacifistisch getinte toespraken die Juliana wil uitspreken. Het is de tijd van de Koude Oorlog, van toenemende spanning tussen Oost en West. In Amerika neemt de angst voor het communisme extreme vormen aan. In haar toespraak voor het Amerikaanse congres pleit Juliana evenwel voor grotere internationale verdraagzaamheid. Public-minded spirit of service to the world at large originates in the United States of America, if anywhere. If this spirit gets its chance, it will lead to goodwill among nations and men. And goodwill leads to understanding, and understanding leads to confidence. And confidence is the only workable basis for international cooperation. Let us all do as best we can. Leave the rest to God. He will not forsake this poor world. For the sake of all the good-willing and bravely striving souls living in it. De reacties op de woorden van Juliana zijn minder negatief dan vooraf door de prins en de ministers is gevreesd. Maar de ruzie over de toespraken is een eerste aanwijzing voor een sluimerend conflict dat 4 jaar later tot een uitbarsting zal komen. Februari 1953, de watersnoodramp. Een groot deel van Zuidwest-Nederland wordt getroffen. Er vallen ruim 1800 doden. Radioverslaggever Jan de Trooijen bericht uit een vliegtuigje. Vreselijk, vreselijk. Wat een verschrikkelijke ravage, luisteraars. U kunt het zich haast alleen maar voorstellen wanneer u zoals wij in dit toestel zouden zitten. Het is haast niet te begrijpen. Ik moet het nu zelf herkennen. Het is haast niet te begrijpen wanneer je dat op de grond ziet, zo'n vlak water. Maar wanneer we het nu zo als één groot totaal beeld zien, dan schrikken we er toch ook nu weer van. We schrikken er steeds weer opnieuw van hoe toch in één nacht, in één zo'n ontzettende nacht, zo'n geweldig gebied hier kan onderstromen, voor 3/4 zomaar kan verdwijnen. We zijn er natuurlijk allemaal dadelijk heen gegaan. Mijn moeder, mijn man, ik. Voor zover we er konden komen. Maar dat lukte toch wel. De herinneringen aan de ramp zijn zo vreselijk dat ik er eigenlijk niet over kan vertellen. Na de verwarring in het begin komt de hulp op gang. Er komt een Nationaal Rampenfonds, waar prins Bernhard voorzitter van is. Uit de hele wereld stromen giften toe. Aan het herstel van de dijken wordt hard gewerkt. En Juliana is erbij wanneer, voor het begin van de nieuwe winter, het laatste gat wordt gedicht. ...15 december 1954. Met groot ceremonieel gaat de koningin naar de ridderzaal om het statuut van het koninkrijk te tekenen. Het statuut maakt een eind aan de koloniale verhouding met Suriname en de Nederlandse Antillen. Het statuut van 1954
maar. Bij de gratie gods, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Bevestigen de nieuwe rechtsorde zoals deze is vervat in het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Suriname en de Nederlandse Antillen worden zogenaamde zelfstandige rijksdelen. Juliana blijft hun staatshoofd, maar haar handtekening betekent dat ze vanaf nu een grotendeels onafhankelijk bestuur hebben. Een half jaar later bezoeken koningin en prins de zelfstandige rijksdelen. Zowel in Suriname als op de Nederlandse Antillen worden ze hartelijk ontvangen. Er is een druk programma met allerlei optredens. Thuiskomst in Nederland van een staatsbezoek en een hartelijk welkom van de kinderen. Naast alle officiële verplichtingen wil Juliana dat haar dochters een zo gewoon mogelijke opvoeding krijgen. De prinsesjes worden, net als vele Nederlandse kinderen in die tijd, lid van de padvinderij. En ze gaan op de fiets naar scholen in de buurt. Jaarlijkse familietraditie is het kerstfeest op Soestdijk met het personeel en het hele gezin. Vader, moeder, vier dochters. Ook de jongste doet mee, Marijke. In verband met de ooghandicap van Marijke, hier in het midden, is eind jaren 40 Geet Hofmans naar Soestdijk gehaald. Juliana en een deel van de hofhouding raakt in de loop der tijd onder invloed van gebedsgenezeres Hofmans. Dat meldde althans buitenlandse kranten in 1956. De Nederlandse pers zwijgt in alle talen over Hofmans en de affaire die haar naam draagt. Mede door Hofmans zou het huwelijk van Juliana en Bernhard onder grote druk staan. Er komt een commissie van wijze mannen die een reorganisatie van de hofhouding adviseert, zoals premier Drees in de Tweede Kamer uitlegt. Op 15 oktober is medegedeeld dat Hare Majesteit de Koningin zich rustig wenst te beraden op de voorzieningen welke zullen moeten worden getroffen tot het bereiken van een doelmatiger coördinatie van de verschillende diensten van het Koninklijk Huis. Krachtens artikel 25 van de Grondwet behoort dit tot de taak van de koningin. Ik verwacht dat deze voorzieningen binnenkort zullen leiden tot mutaties in genoemde diensten. Juliana zelf zinspeelt een keer op haar ervaringen in de kersttoespraak van 1956. Er is geen groter smart dan te zien hoe het kwaad, het onrecht, zijn beloop heeft. Waarom bijvoorbeeld vallen sommige mensen iemand aan langs slinkse wegen met onware beweringen? Waarom valt men daarbij nog anderen aan dan degene die men op het oog heeft? Kan men aan diegene dan niet zelf eerlijk rechtstreeks schrijven wanneer men zulke bezwaren voelt aangaande diens persoonlijke houding dat men meent dat die persoon ze bepaald weten moet? Ook dit heb ik ervaren. Wat bezielt zulke mensen dan toch? Wat zijn hun eigenlijke drijfveren? Maar heb ook ik soms het recht niet te trachten mezelf te zijn? Eind jaren 50, Juliana is regelmatig te gast bij de oplevering van weer een nieuwe woning. Er wordt in hoog tempo gebouwd. Op de huishoudbeurs kunnen de bewoners van al die nieuwe huizen de laatste snufjes zien. Tobbe en Wasbord hebben afgedaan. De wasmachine doet zijn intrede, samen met de toen nog aparte centrifuge. De luxe artikelen en ook de modeshows op de huishoudbeurs maken duidelijk dat Nederland welvarend wordt.
Maar Juliana maakt als een bezorgde moeder wel enkele kanttekeningen bij de explosieve groei. We mogen ons van harte verheugen in grotere en groeiende welvaart. Maar we zullen ons tevens terdege bewust moeten zijn van de grotere en groeiende verantwoordelijkheid die dit voor ons meebrengt. Beide zijn een voorrecht. Dit betekent dat men voor iedere vorm van weelde een sterkere geestelijke kracht moet hebben om die te kunnen dragen. 1962. Juliana en Bernhard vieren hun zilveren huwelijksfeest en doen dat op grootse wijze. Mede om de buitenwereld te tonen dat alle problemen na de Hofmansaffaire overwonnen zijn. Er is onder meer een nationale manifestatie in het nieuwe Rijgebouw in de hoofdstad. Als zanghulde is gekozen voor een aangepaste versie van Tulpen uit Amsterdam. Op het feest zijn ook vele vorstelijke personen uitgenodigd. Ze verblijven in het chique Amstel Hotel en het Bioscoopjournaal doet er uitgebreid verslag van. Na afloop van het diner stelde het gezelschap zich op voor het maken van een statieportret. Het was de uitdrukkelijke wens van de gasten zelf dat ze konden gaan staan waar ze wilden, zonder acht te slaan op het protocol, opdat een ongedwongen foto zou ontstaan. Een van de fotografen zorgde voor enige hilariteit door zijn originele methode om de gasten naar het vogeltje te laten kijken. Toen het gezelschap definitief zijn plaats had ingenomen en de fotografen hun lenzen hadden ingesteld, kon er geknipt worden. Nadat de fotografen hun werk hadden beëindigd, gaf de prins zijn gasten het teken dat ze zich gereed konden maken voor het volgende programmapunt. In datzelfde jaar rouwt Nederland ook bij het overlijden van prinses Wilhelmina, eind november. Juliana herdenkt haar moeder. Ik ben dankbaar en gelukkig dat u met onze familie en met mij aan moeder denkt. Met heel veel liefde en heel veel dankbaarheid. Op haar verzoek wordt Wilhelmina in het wit begraven. Net als haar man, prins Hendrik. In 1964. De Beatles zorgen voor tot dan toe ongekende taferelen in Amsterdam. Het optreden van de Engelse popgroep in de Veilinghal in het Noord-Hollandse Blokker krijgt van de meeste ouderen weinig waardering. Er ontstaat een nieuw begrip, de generatiekloof. Veel jongeren doen wat ze zelf willen. Dat geldt ook voor de jonge Oranje-prinsessen. Het begint met Irene. Een opdringende menigte omstuurt in februari 1964 de auto van prins Bernhard. Achterin zitten prinses Irene en haar verloofde. De verloving met de Spaans-Franse en katholieke prins Karel Hugo van Bourbon-Parma veroorzaakt heel wat deining, zowel binnen als buiten Soestdijk. Als het een paar weken later wordt ontvangen door het kabinet, lijkt de verloving officieel te zijn geaccepteerd. Irene vraagt vervolgens geen toestemming aan het parlement voor haar huwelijk. Ze verliest daarmee haar rechten op de troon. Het huwelijk zelf wordt uiteindelijk ver van Nederland in Rome ingezegend. Koningin Juliana, nog enig ander lid van het Oranjehuis, is erbij. Dan komt er een echte aankondiging. Het is voor ons, voor mijn man en mij, een grote vreugde u de verloving aan te kondigen van onze dochter Margriet Francisca met de heer Pieter van Vollenhoven.
Ook de verloving van Margriet in maart 1965 is bijzonder. Zij is de eerste Oranjetelg sinds eeuwen die trouwt met een burger. De eerste foto's met Pieter van Vollenhoven in het gips vanwege een ongeluk bij de wintersport. De volgende aankondiging komt nog geen 4 maanden later. Het is voor mijn man en mij een grote vreugde. U zelf. De verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix met de heer Klaus van Amsberg. Weer ontstaat er deining, nu omdat de verloofde van Beatrix een Duitser is. Juliana kent de Nederlandse gevoeligheid op dit punt. Hoewel Klaus, zoals ook zijn familie, volstrekt tegen het naziregime gekant is geweest, waren beide jonge mensen, evenals wij zelf, zich heel duidelijk de twijfels en zelfs de weerstanden bewust die hun verloving bij meniging kon oproepen. Toch hebben ze uiteindelijk gemeend de bezwaren niet te mogen laten opwegen tegen hun liefde. Het huwelijk van de kroonprinses wordt op 10 maart 1966 in Amsterdam voltrokken. Er is wat rumoer, er wordt een rookbom gegooid, maar verder vindt de plechtigheid ongestoord doorgang. Een jaar later is er nog een keer een aankondiging. Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. Naast alle familiebeslommeringen heeft Juliana vooral haar werk. Koningin zijn betekent bijvoorbeeld andere staatshoofden ontvangen. Zoals hier de Engelse koningin Elisabeth, die in 1958 naar Nederland komt. Ze woont onder meer een concert bij in het Concertgebouw. Koning Boudewijn van België, met wie Juliana en Bernard goed bevriend zijn, brengt een jaar later een officieel bezoek aan Nederland. Bij de lunch zijn ook de prinsessen Beatrix en Irene aanwezig. Juliana ontvangt gedurende haar regeringsperiode 45 buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders. Zo maakt ze kennis met mensen als Ben Gurion, de grondlegger van de staat Israël. Robert Kennedy, de broer van de Amerikaanse president, wordt door Juliana ontvangen, samen met zijn vrouw Ethel. Charles de Gaulle, president van Frankrijk. De Tanzaniaanse president Nyerere komt in 1965 naar Nederland. Zijn land is enkele jaren daarvoor onafhankelijk geworden en Nyerere is een van de drijvende krachten achter het nieuwe Afrikaanse zelfbewustzijn. De Joegoslavische president Tito arriveert in 1970. Hij is de eerste regeringsleider uit het Oostblok die hier officieel een bezoek brengt. Het is het begin van betere betrekkingen tussen beide landen.
Juliana ontvangt niet alleen de groten der aarde. Elk jaar houden bijvoorbeeld bejaarden een eigen défilé voor de koningin. Ja, mevrouw. Ik dacht dat u de oudste was. Nee. Ook jongeren kunnen rekenen op de belangstelling van Juliana. Het koningshuis verandert. Het ceremonieel wordt van veel franje ontdaan. En als het even kan, is het Juliana zelf die het protocol naast zich neerlegt. Als Ajax in 1971 voor de eerste keer de Europa Cup wint, ontvangt ze het elftal met zijn trainer Rinus Michels in de tuin van het paleis. De koningin ontvangt niet alleen, ze gaat er ook zelf op uit. Ze bezoekt de mijnen in Limburg. De nieuwe flats in de Bijlmermeer in Amsterdam, begeleid door burgemeester Sam Calden. Terschelling, waar ze de fiets als vervoermiddel kiest. Zelf zegt ze over de vele werkbezoeken. Afgezien nog van de bijzonder goede menselijke contacten die je bij die werkbezoeken wel had, heb ik ze natuurlijk toch ook een enorm aantal mensen moeten ontmoeten. En altijd kunnen waarderen. En hun denkbeelden, mijn indenken in hun denkbeelden, mijn indenken in hun plannen, in hun streven en zo. En dat heeft me voor eenzijdigheid behoed. En als u nou zegt, misschien vraagt wat zou je gekozen hebben als je eigen baan had kunnen kiezen, dan zou ik zeker iets van sociaal werk hebben gekozen. April 1967. Beschuit met muisjes voor alle schoolkinderen, want er is een prins geboren. Het eerste kleinkind van Juliana wordt door zijn trotse vader aan het kabinet getoond. Er is heel wat feestvreugde over de geboorte van deze eerste oranjeprins. Juliana daarover. Toen was er opeens zo'n geweldig gejuich dat het een jongen was. En dat vond ik niet prettig om te horen. En het meest heeft me het getroffen toen ik ergens officieel was. Het was kort na zijn geboorte, heel kort na zijn geboorte. En toen riep er een vrouw uit het publiek: "We hebben een koning." En ik vatte dit zo op. Een kind in de wieg, je weet nog helemaal niet wat er van wordt. Maar een man is altijd beter dan een vrouw zoals mijn moeder was, bijvoorbeeld. Dat heeft me ontzettend gekwetst. Het blijft niet bij één kleinkind. Zondags op Soestdijk wordt het een drukte van belang. Vakanties worden ook bij voorkeur met de familie doorgebracht. Zomers betekent dat een verblijf in het Italiaanse Porto Ercole. Winters zijn er de skivakanties in het Oostenrijkse Lech. En ook daar verzamelt Juliana haar familie zoveel mogelijk om zich heen. En natuurlijk zijn ze er allemaal op 30 april. Het bordes van Paleis Soestdijk puilt in de jaren 70 uit bij het traditionele Koninginnedag-défilé. Nogmaals Soestdijk, maar nu in de beslotenheid van de werkkamer van de koningin.
Hier maakt ze soms werkdagen van meer dan 10 uur. Dag, pak. Zit er weer op dat dit betreft. Veel van haar bezigheden onttrekken zich aan het oog van het Nederlandse volk. Ze ontvangt bijvoorbeeld nieuwe ambassadeurs die haar hun gloosbrieven moeten overhandigen. Wat de majesté me permet de présenter son excellence monsieur Hao Te Ching, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire de Chine. Ze ontmoet regelmatig leden van het kabinet en adviseurs, met wie ze soms urenlang van gedachten wisselt. We hebben tot onze blijdschap gehoord dat de werknemerscommissarissen erg actief zijn om te proberen in dat conflict te bemiddelen. Omdat naar ons oordeel toch geprobeerd zal. Stel dat men na dat agreement aanvankelijk heeft verwacht. Dat betalingsbalansherstel is niet of in die mate, niet in die mate gekomen. Majesteit. Prettig u eerst te zien. Majesteit, het is een grote vreugde. Met haar staf bespreekt ze binnengekomen stukken en de toekomstige reizen en bezoeken. Dat is een reisverslag. Dan op 12 april bent u bereid om de nieuwe gebouw van de Vrije Universiteit van Amsterdam te openen. En als de gedachte is opgekomen of u bij die gelegenheid een vergadering van de universiteitsraad zou willen bijwonen. En natuurlijk zijn er de kabinetsformaties. Sinds haar regentschap in 1947 heeft Juliana actief meegewerkt aan het tot stand komen van 13 kabinetten. Ze heeft in totaal 30 keer een formateur en 35 keer een informateur benoemd. Kabinetsformaties nemen soms maanden in beslag en de koningin voert dan bijna dagelijks gesprekken met de betrokkenen. Zoals hier met de socialistische formateur Jaap Burger in 1973. Ja, graag, majesteit. Het is, hoewel het tempo niet bijzonder hoog is, zijn er toch weer een paar, als ik het zo mag zeggen, sterren geschoten. En daar wou ik u graag over inlichten. En deze bespreking leidt uiteindelijk tot het kabinet Den Uyl. Een van de 13 en een premier met wie ze het persoonlijk heel goed kan vinden. In 1973 wordt ook het zilveren regeringsjubileum gevierd. Voor die gelegenheid wordt door Jan van Hillel een speciale film gemaakt. Ja, zullen wij al jubileren? Ja, maar zei, vindt u niet dat zo'n jubileum wat... Wacht nou, wacht nou. Zo'n jubileum wat nu voor de deur staat, dat... Het zijn vertoningen. Daar kijkt u tegenaan met een bepaald oog, neem ik aan. Wat voor oog? Kijk eens... Als je zelf het slachtoffer bent, of het feestvark, of hoe je dat dan noemt, dan zeg je nou, waar is dat nou voor nodig? Want de volgende dag ga je weer gewoon aan je werk en, nou... Het gaat alles weer zijn gewone gang. Gaat alles weer zijn gewone gang. Ja. Dus ik vind het een onderbreking die... Ja, natuurlijk, het is de gewoonte om het te doen en andere mensen, die bejubel ik ook, dus... Ja. Toch wordt het een groot feest. Vooral in Tilburg, want daar gaat de koningin naartoe om samen met de bevolking het jubileum te vieren. In Den Haag wordt Juliana ontvangen door kabinet en parlement. Vervolgens is er een rijtour en alle kleine prinsjes mogen mee. In 1971, staatsbezoek aan Indonesië.
Juliana heeft tijdens haar regering in totaal 30 bezoeken aan buitenlandse staatshoofden afgelegd. Maar dit bezoek heeft een speciaal karakter. Het koloniale tijdperk is verwerkt, oude banden worden aangehaald. Er is veel spontane hartelijkheid van de Indonesische bevolking en voor de koningin en haar gezelschap is het een overweldigende ervaring. Natuurlijk is er een bezoek aan de Borobudur. Volgens de traditie mag degene die een van de Boeddha-beelden aanraakt een wens doen. Juliana heeft een heel typerend verzoek. Ik heb gewenst dat de pers het me niet onmogelijk zou maken om van mijn bezoek aan de Borobudur te genieten. Tijdens haar regering maken de massamedia en vooral de televisie een ongekende groei door. De aandacht van de pers voor al haar doen en laten ervaart de koningin vaak als hinderlijk. Hier verjaagt ze op de Oosterscheldedam opdringerige fotografen. En bij deze wandeling in het Joegoslavische Sarajevo krijgt ze zelfs geen kans iets van de markt te zien. Geërgerd door het vele geduw en getrek weigert ze verder te poseren. Nog een staatsbezoek. Juliana is er al vaker geweest, maar dit keer wordt er een nieuwe vlag gehesen, die van het onafhankelijke Suriname. President Ferrier bij het staatsbanket. Wij u beider bezoeken in 1955 en in 1965 ervoer u dat u thuis waart in Suriname. En dat gevoel proberen de Surinamers Juliana nog één keer te geven. Ook al is ze nu hun staatshoofd niet meer. Augustus 1976, de Lockheed-affaire. Prins Bernhard blijkt, zoals in het rapport van de commissie Donner staat, betrokken te zijn bij het omkoopschandaal van de vliegtuigbouwer Lockheed. Minister-president Den Uyl in de Tweede Kamer. Samenvattend komt de commissie tot het oordeel dat zijn koninklijke hoogheid in de overtuiging dat zijn positie onaantastbaar en zijn oordeel niet te beïnvloeden was, zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten. Vervolgens heeft hij zich toegankelijk getoond voor onoorbare verlangens en aanbiedingen van de kant van Lockheed. In de kranten verschijnen foto's van een aangeslagen Juliana. Het Lockheed-schandaal betekent een crisis voor het Koningshuis. Behendig optreden van minister-president Den Uyl voorkomt een echte crisis. De constitutionele monarchie wordt niet wezenlijk aangetast. Prins Bernhard moet wel afstand doen van al zijn militaire en veel van zijn burgerlijke functies. Op Prinsjesdag 1976 verschijnt hij voor het eerst in burger bij de opening van de Staten-Generaal. De troonrede van dat jaar. Van de Staten-Generaal. Ongetwijfeld gaan de gedachten nu terug naar de moeilijke periode die achter ons ligt. Laten we vandaag in het besef van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vooral zien naar het vele wat ons te doen staat. Bij zijn optreden heeft het kabinet zijn beleid gesteld in het teken van spreiding van inkomen, kennis en macht. Veel werd gerealiseerd. Tot veel werd een aanzet gegeven. Een troonrede in de geest van het kabinet Den Uyl. Juliana heeft er vele voorgelezen. De politieke inhoud wisselt, maar zij is als staatshoofd steeds de constante factor. Thank you.
1979. Juliana wordt 70 jaar. Er is op haar verzoek een speciaal nationaal geschenk. Een fonds voor gehandicapte kinderen over de gehele wereld. Er wordt een bioscoopfilm over haar leven gemaakt. En er is een televisieprogramma met vele optredens. Die uitzending met presentator Jos Brink gaat de geschiedenis in als de avond van de Zoom. Lieve koningin, het is een beetje moeilijk moment voor mij, dat zult u begrijpen. We kennen elkaar alleen maar van de televisie. En weet u, het is voor u ook een ingewikkeld moment, want het is ons bekend dat u er niet van houdt om gehuldigd te worden of in de hoogte gestoken te worden, gevierd te worden. Maar ja, wij zitten hier nou met 2000 onderdanen, zoals dat officieel zo aardig heet, al even lang. En u bent toch de bovendaan dan. Dat houdt dat houdt het officieel in, natuurlijk. En we hebben dus een soort van programma voor u samengesteld. Dat leg ik u allemaal nog uit. Ik wilde alleen maar zeggen, lieve koningin, we houden allemaal vreselijk veel van u. Waarom, dat zal iedereen begrijpen. Heel, heel hartelijk gefeliciteerd. En blijf nog lang bij ons. Laten we daar maar mee beginnen dan. Dank u. Ja. April 1980. Juliana neemt afscheid van de krijgsmacht, waarvan ze het oppergezag had. In het Harde, bij het regiment Huzaren, reikt ze een nieuwe standaard uit. Drie maanden eerder had ze vanuit Paleis Soestdijk voor radio en televisie haar aftreden aangekondigd. Bij iedereen die oud wordt, doet vroeger of later het nuchtere feit zich voor dat de krachten gaan afnemen. En dat zo iemand zijn taak niet meer kan volbrengen als voorheen. Dan komt er een moment dat het ook niet meer verantwoord is die langer uit te oefenen. Zo voel ik dat voor mij het ogenblik nadert mijn taak als uw koningin neer te leggen. De troonswisseling vindt plaats op 30 april 1980 in een rumoerig Amsterdam. Zojuist heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor. Uw nieuwe koningin. Wanneer iets mij in uw reden bij uw inhuldiging als koningin Juliana heel bijzonder heeft getroffen, dan is het wel de zin waarin u met nadruk vaststelde dat voor een koningin haar taak als moeder even belangrijk is als voor iedere andere Nederlandse vrouw. Niet alleen voor mij, voor ons, uw dochters, maar voor het hele Nederlandse volk bent u een moeder geweest. Hoe u uw taak als koningin heeft opgevat, vol plichtsbetrachting en diep menselijke belangstelling, heb ik van dichtbij mogen meemaken. Uw onwankelbaar geloof was u een sterke steun, ook wanneer tegenslagen u niet bespaard bleven. Lieve moeder, vandaag is uw geboortedag. Deze dag zal blijven Koninginnedag.
Prinses Juliana begint een nieuwe baan, zoals ze het zelf noemt. Ze heeft nu bijvoorbeeld meer tijd voor haar werk voor gehandicapten. Hier is ze op bezoek bij een instituut dat hulpmiddelen voor blinden maakt. Ook kinderen houden haar aandacht. Nog vele keren opent ze nieuwe instellingen, zoals dit vakantiehuis. Ze gaat zelf in 1983 naar de Antillen om daar de projecten te bezoeken die betaald zijn uit de opbrengst van het nationale geschenk bij haar 70ste verjaardag. Er is ook meer tijd om samen met prins Bernhard reizen voor eigen plezier te maken. Ze gaan in 1982 bijvoorbeeld nog eens naar Indonesië. Onopvallende toeristen kunnen ze hier nog steeds niet zijn. Er is een uitgebreid feestprogramma. Een bezoek aan Israël in 1986 betekent voor Juliana de vervulling van een lang gekoesterde wens. Het is wonderful to be here, to have a dream come true, to be in Israël. In Jeruzalem bezoekt ze historische plaatsen zoals de Klaagmuur. Samen met prins Bernhard legt ze een krans bij het monument voor de 6 miljoen vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog. In Nederland blijft Juliana geliefd. Dat blijkt nog eens bij haar 75ste verjaardag, waar ze onder meer verschijnt op het balkon van Paleis Langevoorhout. Nu ze geen koningin meer is, heeft Juliana meer tijd voor haar hobby, toneelspelen. Na jarenlang, zoals ze dat zelf voelde, te hebben opgetreden in het Theater van de Staat, kan ze zich nu uitleven in het theater op Paleis Soestdijk. In een toneelstuk met leden van de hofhouding speelt zij in 1986 voor Die Vegge. Wat een toevallige gelegenheidsoperatie nou eigenlijk was. Maar vanmiddag zag ik er een voor het grijpen. Nou, alsjeblieft. Niet veel bijzonders, hè? Ik weet wel dat het geen Hermelijn is. Maar omdat ik het heel alleen heb gedaan, had ik toch wel een woordje van waardering verwacht. Maar Hettie, je moed heeft ons spraak. Ja hoor, Hettie, het is een mooi stuk werk. Waar heb je hem te pakken gekregen? Nou. Juliana mag dan op de planken graag in de spotlichten staan. Ze blijft haar hele leven lang een hekel houden aan camera's en pers. Na de uitreiking van de Erasmusprijs in 1997 aan de Fransman Jacques Delors toont ze nog eens haar afkeer van flitslicht. Toch ontkomt ze niet aan de nodige publiciteit als prins en prinses in 1987 hun 50-jarig huwelijk vieren. Er is ook een opmerkelijk televisieinterview waarin Juliana onder meer gevraagd wordt hoe zij wil dat wij haar onthouden. Ja, lang nadenken. Ik ben altijd vooruitstrevend geweest. Ik heb altijd het land gehad aan alles wat conservatief en ouderwets was. Ik had het land aan de soort meubels waar ik in opgroeide. Mijn ouders waren niet erg conservatief. Die hebben me dingen toegestaan en dingen verteld die menig ander ouder niet zou verteld en toegestaan hebben.
Ik heb helemaal geen... ik ben woedend als ik lees in een of ander idioot blad dat voor iedere schoonzoon die we kregen, dat ik daar bezwaren tegen had. Geen woord van waar. Ik was blij met ieder van onze vier schoonzoons. Zulke dingen, dat vind ik vervelend als je daarmee... als ze later zulke dingen zeggen, ze was zo ouderwets. Ik doe mijn leven lang mijn best om niet ouderwets te worden. Er zijn natuurlijk dingen die ik niet leuk vind tegenwoordig, maar er waren vroeger ook zo ontzettend veel dingen die ik niet leuk vond. En ik geloof niet dat de mensen slechter worden dan ze waren. En er is ook zeker een evolutie aan de gang, geloof ik zeker. Er zijn onaangename kanten aan de maatschappij, maar er zijn ook goede kanten. Meer begrip voor de medemens. Meer begrip voor de medemens. Ja. Als dan aan prins Bernhard wordt gevraagd hoe hij wil dat hij wordt onthouden, valt prinses Juliana plotseling iets in. Inspanning. Aan politieke dingen. Mag ik even zeggen, vertel eens even waarom je het idiote idee hebt gehad om met mij te trouwen. Oh, vond je dat zo idioot? Ja. Nou, nee, daar zullen we het nou niet over hebben. Ik bedoel over mijn werk. Het Gouden Huwelijksfeest wordt gevierd op 30 april in de tuin van Paleis Soestdijk. Nog één keer komt Juliana het bordes op voor een defilé. Dat dit echt het laatste defilé is, blijkt 2 jaar later als Juliana voor haar 80ste verjaardag een speciaal verzoek doet. U zal me het meest plezier doen indien u mij te beginnen met deze verjaardag geen gelukwensen, bloemen of geschenken meer zou zenden. Door de hartelijkheid die ik zo vele jaren heb mogen ervaren, zal het mij geen enkele moeite kosten te beseffen dat velen, ook zonder dat zij daarvan blijk geven, op mijn verjaardag aan mij denken. Langzaam maar zeker trekt Juliana zich uit het openbare leven terug. Maar ze geeft nog regelmatig acte de présence als de Tweede Wereldoorlog herdacht wordt. Zoals in 1990 in Amersfoort, waar ze een monument onthult voor de Joodse Nederlanders die omkwamen tijdens de oorlog. 5 jaar later legt ze in Huize Bronbeek bij Arnhem een krans bij het monument voor de Nederlandse vrouwen die in Japanse kampen het leven lieten. En in 1996 stelt ze, samen met prins Bernhard, in het Amsterdamse Bos het Nationaal Dachau-monument in gebruik. Juliana beperkt haar aanwezigheid niet tot herdenkingen van drama's uit het verleden. Ook na de vliegramp in de Amsterdamse Bijlmer, oktober 1992, betuigt de prinses haar medeleven. Zij doet dat door samen met haar kleinzoon Willem-Alexander een bijeenkomst voor de slachtoffers bij te wonen. Het zijn niet alleen treurige bijeenkomsten die Juliana bezoekt. De uitreiking van de Full Freedom Awards zal ze lang trouw bijwonen. In 1994 is de onderscheiding voor de Dalai Lama. Na afloop van de plechtigheid krijgt de prinses van de Tibetaanse boeddhistenleider een zijden sjaal aangeboden. En op de derde dinsdag in september gaat Juliana nog vaak naar Den Haag. In een huis langs de route die de Gouden Koets aflegt, wacht de oude vorstin tot haar dochter, koningin Beatrix, voorbij trekt. Als het enigszins kan, blijft ze ook haar contacten met andere Europese hoven onderhouden. Op 30 april 1996, haar 87ste verjaardag, is ze te gast bij haar petekind, de Zweedse koning Karel XVI Gustaaf. Die viert zijn 50ste verjaardag onder meer met een galadiner in het Koninklijk Paleis in Stockholm.
Juliana wordt aan tafel geflankeerd door de Luxemburgse groothertog Jean en de Britse prins Philip. In januari 1997 zijn Juliana en Bernard zelf het middelpunt van een feest, 60 jaar getrouwd. Ze vieren dat met al hun kinderen en kleinkinderen in Kenia, ver weg van de door Juliana zo verfoeide pers. Bij terugkeer op Paleis Soestdijk spreekt het diamantenpaar een dankwoord. Al onze kinderen en kleinkinderen hebben wij op 7 januari onze diamantenbruiloft gevierd. En het was geweldig om deze bijzondere dag in deze prachtige omgeving en in familiekring te kunnen vieren. Ja, ik zou ook iedereen heel hartelijk willen bedanken die zo met ons hebben meegeleefd. En ja, het is geweldig geweest. Zo hartelijk. En dus wil ik er ook heel, heel, heel hartelijke dank voor uitspreken. Ja, ja, we hebben iets unieks beleefd. Ja. Ja. Het is de laatste keer dat Juliana voor televisie spreekt. Het wordt stiller rond de hoogbejaarde prinses, voor wie de wereld steeds kleiner wordt. Alleen nog bij familieaangelegenheden kan een glimp van haar worden opgevangen, zoals bij de 30ste verjaardag van prins Willem-Alexander. Of bij de 86ste verjaardag van prins Bernhard. Ook daar gaat Juliana het liefst haar eigen gang. Ondanks dat ze moeilijk ter been is, weigert ze iedere hulp. Net als bij de viering van de 60ste verjaardag van haar dochter Beatrix in januari 1998. Juliana wil niet geholpen worden bij het betreden van het paleis op de Dam, waar ter ere van de jarige koningin een galabal plaatsvindt. In mei 1998 is Juliana met stok present bij het huwelijk van haar kleinzoon Maurits en Marilène van den Broek.